In deze video laten wij u zien hoe u zelf bloed afneemt via een vingerprik. U heeft een envelop met materialen ontvangen om zelf een vingerprik uit te voeren. De set bestaat uit een retourenenvelop, twee prikkers, een pleister, een afsluitbaar plastic zakje met droogmiddel en één kaartje om de bloeddruppels op te vangen. Leg voor u begint alle benodigdheden klaar. Leg ook een pen klaar en een tissue om uw vinger na het prikken mee af te vegen. Let op, het kaartje mag absoluut niet worden vastgepakt bij de cirkels. Het filtermateriaal op het kaartje is gevoelig. Het aanraken ervan kan de uitslag beïnvloeden. Zorg dat uw persoonsgegevens op het kaartje staan. Dit kunt u doen door uw naam, geboortedatum en patiëntnummer op de achterkant van het kaartje te schrijven. Of door een patiëntsticker te plakken op de achterkant van het kaartje. Op de voorkant van het kaartje vult u de volgende gegevens in. De datum en tijdstip van de vingerprik en indien van toepassing de datum en het tijdstip dat u uw medicijn heeft ingenomen of toegediend. Nu gaan we beginnen met de vingerprik. Laat uw hand 30 seconden langs uw lichaam omlaag hangen, zodat het bloed naar uw vingers stroomt. Was uw handen met warm water en zeep, zodat ze warm en schoon zijn. Droog ze goed af. De beste locatie om te prikken is de zijkant van de ring of middelvinger. Wrijf in uw handen en masseer de vinger waarin u wilt prikken, zodat deze goed warm is. Pak de prikker en draai de dop eraf. Druk de prikker tegen de zijkant van de vingertop totdat u een klik hoort. Dit is het prikmoment. Er zal zich een druppel bloed gaan vormen. Knijp niet in uw vingertop, maar wrijf zachtjes richting de vingertop om de druppel bloed verder te vormen. Houd de vingertop boven een van de cirkels. Duw uw vinger niet tegen het kaartje aan. Zodra de druppel groot genoeg is, dit kan even duren, laat u deze in een van de cirkels vallen. Laat niet meer dan één druppel vallen per cirkel. Zorg ervoor dat de druppel mooi in het midden van de cirkel valt en de cirkel volledig of bijna volledig vult. Valt de druppel naast de cirkel of is de cirkel niet juist gevuld, dan kunt u het opnieuw proberen bij een schone cirkel op hetzelfde kaartje. Veeg uw vinger schoon en plak een pleister op de geprikte vinger. Laat het kaartje 10 minuten aan de lucht drogen en vouw het daarna dicht. Zorg ervoor dat uw gegevens op de achterkant van het kaartje staan. Doe het kaartje in het plastic zakje met het droogmiddel en sluit het plastic zakje. Doe het plastic zakje in de meegeleverde antwoordenvelop en doe deze dezelfde dag nog op de post. Een postzegel is niet nodig. Tips voor als er niet genoeg bloed uit de vinger komt. Zorg ervoor dat uw vinger goed warm is. Bijvoorbeeld door deze even onder de warme kraan te houden. Houd de arm voor het prikken gedurende 30 seconden omlaag. Prik een andere vinger of probeer de vingertop in plaats van de zijkant van de vinger. Dit is vaak wel gevoeliger. Gebruik een nieuwe prikker en laat de druppel in de schone cirkel vallen.